En voorzitter, zoals we allemaal weten, is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Maar het kabinet struikelt er steeds over. Ook nu weer, nu het kabinet een zak met geld zoekt en die denkt de gevonden te hebben bij de gezinnen. En de SGP vindt dit ronduit een slecht plan. Dat het gezin van waarde is, dat zien onze oosterburen veel scherper. Zo kregen de Duitse gezinnen vorig jaar 300 euro en dit jaar 150 euro extra kinderbijslag om ze door de crisis heen te helpen. En Nederland, hier in Nederland, hier besluit het kabinet tot een botte bezuiniging op de kinderbijslag. En u begrijpt, de SGP vindt dit de omgekeerde wereld. In de wet staat niet voor niets dat er ieder half jaar een verhoging van de kinderbijslag moet plaatsvinden. En dan wil het kabinet in 2022, 2023 en deels in 2024 ervan afwijken. Een paar tientjes minder kinderbijslag kan voor sommige huishoudens grote gevolgen hebben. Gezinnen komen nu al lastig rond en dit voorstel maakt het alleen maar moeilijker voor hen. En de babykleertjes, schoolkosten en dagelijkse boodschappen, die zullen daar echt niet goedkoper worden de komende jaren. Sterker nog, het leven wordt flink duurder. Bijvoorbeeld door de energiekosten die de pan uitreizen. Het AD schreef maandag dat vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en alleenstaande moeders, door corona in de problemen zijn geraakt. En duizenden mensen moeten dagelijks kiezen tussen eten of luiers. En hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen het feit dat vooral gezinnen met lagere inkomens er fors op achteruit gaan, terwijl ze het al niet breed hebben? En er komt nog bij dat het niet de eerste keer is dat gezinnen als kind van de rekening worden gezien. Want in 2013, 2014, 2015 en 2020 werd de kinderbijslag ook al niet verhoogd. Kennelijk is dit een makkelijke bezuinigingsroute. En waarom kunnen deze gezinnen niet gewoon rekenen op een betrouwbare overheid in plaats van dit jojo-beleid? Voorzitter, er staat natuurlijk als een paal boven water dat het UWV en de SVB hun werk goed moeten kunnen doen. En dat een goed functionerende uitvoering belangrijk is, hebben we gezien bij de kinderopvangtoeslagaffaire, waar we gisteravond over hebben gedebatteerd. Maar toch moet ook oppassen door de reflex dat een betere overheid ook een grotere overheid zou betekenen. Want het helpt dan niet als er bezuinigd wordt op gezinnen met kinderen om het functioneren van de uitvoeringsorganisatie te verbeteren. Want zeg nou zelf, wat kan die ouder eraan doen dat er problemen zijn bij de UWV? En het kabinet erkent ook dat er geen inhoudelijke relatie is, maar wil dit plan toch graag doorzetten. Een onbegrijpelijke keuze, vindt de SGP. Het advies aan toetsing regeldruk is om die reden dan ook erg kritisch op het voorliggende wetsvoorstel. Ze opperen het idee te bezuinigen door wet en regelgeving te schrappen die in de uitvoering erg complex is. Operatie regels ruimen dus. In het rapport Werk aan uitvoering van ABD Topconsult staan uitstekende suggesties hiervoor. En dat lijkt de SGP een veel betere route. En mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook wat hij hiermee gaat doen. En vindt hij ook dat altijd eerst gekeken moet worden naar dergelijke schrapmogelijkheden in plaats van meteen burgers, in dit geval ouders en kinderen, daarvoor op te laten draaien? En dan de ouders van thuiswonende kinderen met een intensieve zorgbehoefte. Deze ouders hebben recht op dubbele kinderbijslag. En ze worden door dit voorstel dus ook dubbel zo hard geraakt, terwijl het al gaat om een kwetsbare groep. En hoe kijkt de staatssecretaris hiernaar? Dat moeten we toch gewoon niet willen. De SGP vindt in elk geval dat deze groep juist extra onze steun verdient. En dat geldt zeker ook voor alleenstaande of alleenverdienende ouders met thuiswonende kinderen met een zware zorgbehoefte. Ze krijgen normaal gesproken nog een bedrag bovenop de dubbele kinderbijslag. De SGP stelde hierover al vragen, want deze groep moet wat ons betreft gewoon niet in de kou laten staan. En daarom heel goed dat er een amendement van de heer Van Balen ligt, met vele collega's die ook hier in de zaal zitten, om het extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenstaanden of eenverdieners wel te verhogen de komende jaren. En ik hoop op een warm hart van alle collega's voor deze groep kinderen en ouders. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Kinderen horen gewoon niet op te draaien voor slecht functionerende uitvoeringsorganisaties. Geld weghalen bij gezinnen om organisatieproblemen bij het UWV en de SVB op te lossen is wat ons betreft de verkeerde afslag. En daarom roepen we het kabinet op de kinderbijslag de komende jaren wel te verhogen. Voor de problemen bij de uitvoeringsorganisaties is geen zak geld nodig, maar het schrappen van regels en snoeien in complexiteit. Dank u wel.